welkom bij een nieuwe video hier op mijn kanaal. Vandaag speel ik met de MX Current. En ik ga een beetje mijn mening geven van dit wapen, want het is natuurlijk dubbel weapon en dubbel level XP at the moment in Call of Duty Black Ops 3. En daardoor heb ik nu opeens al mijn attachments gehaald die ik op mijn MX Current wou hebben. Dus dat is natuurlijk een voordeel daarvan. Maar wat dit wapen is een nieuw DLC wapen, hoe je het kan noemen. Want hij is te verkrijgen uit supply drops. Zoals je de video van even kijken, vrijdag heb gezien, zag jij hoe ik mijn MX Garand pakte uit 5000 gold points. En daarom speel ik vandaag ook mee. Mijn mening van dit wapen, ik heb er natuurlijk al een tijdje mee gespeeld, is dat hij is chill, maar hij heeft nadelen. Die nadelen, zoals iedereen denk ik wel al weet, is dat je deze gun niet kan reloaden. Wat natuurlijk fucked up is. Want je moet dus 12 kogels, omdat ik extended max aan heb staan, opschieten. Ik heb namelijk hier op een stok extended max en rapid fire staan. Maar ja, het probleempje is, je kan niet reloaden. Wat je dan krijgt natuurlijk is, als je gaat schieten, is dat jij, zoals nu heb ik nog 4 kogels. Het is een 2-shot weapon kill, dus van elke afstand heb je 2 schoten nodig om iemand te killen. Dus dat is gewoon zoals de Shiva. Alleen de Shiva kan je reloaden en dit wapen niet. En dat vind ik jammer. Maar ja, ze hebben natuurlijk wel wat Treyarch in ieder geval heel goed doet, is wat ze zelf ook aan hebben gegeven. Dat ze niet willen dat je veel sterker bent als je dit wapen hebt. En dat is ook niet, want als je met de Shiva speelt heb je nog gewoon evenveel power als dit ding. Alleen je kan dit wapen niet reloaden. Dus ik heb nu nog 2 kogels. Die moet ik dus raar schieten op iemand. Wat ik dus niet doe. Ja, kijk, nu moet ik die ene kogel dus opschieten. Maar ik heb mijn sight, dus die ga ik even inkomen nu. Waar zijn de enemies? Maar sommige mensen wisten niet, of die vroegen dat aan mij, van als je dit wapen nou hebt, heb je dan nog diamond? Ja, je hebt gewoon nog diamond. Het telt niet mee voor jouw dark matter ofzo. Dus heb je nu al dark matter en je hebt deze gun, of de crossbow, of weet ik het wat. Geen zorgen. Je hebt gewoon nog je dark matter. Die behoud je ook gewoon. Oh, de timing dood. Let's go, triple. Ik doe mijn site even weg, want... Oké, de raid is er ook uit, mooi zo. Oké, nu moet ik even weggaan. Schiet deze 2 kogels even op. Oh, teammate. Oh, hij zit erboven. Hij zat daarboven. Jammer, jammer, jammer. Maar, ja. Ik, mijn mening verschilt gewoon over deze gun. En als ik zou moeten kiezen tussen de Shiva of dit wapen, ga ik toch voor de Shiva. Waarom? Omdat je simpelweg met de Shiva wel kan reloaden, waardoor je op sommige momenten toch het weer overleeft. Maar ze hebben wel... Dit wapen staat ook in Call of Duty 2. En het is eigenlijk een M1... Nevermind jongens, dat hebben jullie niet gezien. Het is eigenlijk een M1. Ik weet niet of Garand erachter moet, maar... In de Tweede Wereldoorlog hebben we dit wapen ook gebruikt. En kon je ook niet reloaden. Dus... Op zich hebben ze een hele leuke tint eraan gegeven, vind ik. In een spel wat uit 2065 is. En geen... Dan een wapen van hoeveel jaar geleden in doen. Ah, hij kan eraan. We gaan wel lekker. 22 om 6. Hij staat... Oh, hij heeft zijn psychosis aan staan. Let's go. Revenge is heet, jongen. Enemies. Waar ik in de eerste instantie ook wel op vond lijken was de MK14. Die in Advanced Warfare zat en in Ghost. Zo'n ironside heeft hij namelijk. Ik weet er wel de... Oh, ik was fucked. Ja, zie je? Dit bedoel ik dus. Ik had dus nog maar 2 kogels. De MK14 in Ghost was echt super, maar dan ook echt super overpowered. Met natuurlijk de silencer erop. Dat waren nog eens tijden. Ik weet niet of dit wapen ook nog zo goed is met een silencer. Ik kan het wel voor jullie uitproberen. Als jullie willen zien dat ik met de silencer op deze keer ga spelen, let me know. Dan ga ik dat wel even doen voor jullie. We staan achter, jongens, dat wil ik niet. Nog even 1 keer om... Oh my god, you're kidding me right now, hè? Grote vriend. Ga nou niet zo campen, jongen. Wauw. Maar ja, hey. Iedereen zijn eigen speelstijl. Never mind. Dat is een teammate. Zijn enemy is geliefd of zo? Nee. Wauw, een KRM. Kut. Maar zitten ze een beetje te campen? Teammates. Kill hem. Ik heb hem. Let's go, dubbel kill. Maar je maakt ook niet echt veel hassle met deze gun. Ook als je high caliber erop zet. Oh, die heb ik geluk, zeg. Die had ik eventjes gebruikt omdat ik natuurlijk nog niks anders had. En eventjes... punten wou. Als ik daar naar beneden ging. Ziet die centrum me dan? Oh, ik heb hier geluk, jongen. Holy shit. Oh. Waar zijn de enemies, jongens? Ik weet dat er een rechts van me zit. Kom hier, sowieso. Oh, ik ben een kak! Oh, jammer, 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 jammer. Die enemy daar zo. We kunnen dit nog winnen, teammates. Kom op. Niet als ze opeens in ons rug komen waar mijn teammate net nog zat. Hallo. Ze spannen gewoon achter me. Call of Duty, ben je serieus? What the fuck? In mijn rug. Nee, dit kan niet, dit kan niet, dit kan niet, dit kan niet, dit kan niet. Wauw. Dit is echt een langzaam potje, jongens. Tering. Teammate, kom op. Ik ga niet meer doodgaan. Hij staat voor me, Call! Oh. We hebben dit potje nog verloren. Schoot ik op hem? Nee, toch? Je hoort me schieten. Kut, kut, kut. Mocht je nou genoten van deze video, laat je blauw duimpje omhoog achter. Helpt mij enorm. Als we de 70 likes kunnen halen, zou dat awesome zijn natuurlijk. Als jullie willen dat ik natuurlijk met de silencer op deze gun ga spelen, let me know. Dan ga ik het misschien wel voor jullie doen. En dan zie ik jullie morgen weer bij een nieuwe video. Zoals ik al zeg, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer, jongens. Doei!